geachte burgemeester, geachte schepen, geachte heren, directeurs, dames en heren van de pers, goeie morgen allemaal. Toen ik, denk ik ongeveer 2 jaar geleden, het vernieuwde MUGA heb mogen openen, heb ik gezegd dat onze culturele instellingen, dat die vuurtorens moeten zijn. Vuurtorens die mensen aantrekken, mensen naar zich toezuigen, maar ook instellingen die ver tot voorbij de taal- en landsgrenzen moeten schijnen. En hier in Antwerpen, hoe kan het ook anders, hier met de MAS heeft men dat bijna letterlijk genomen. Dit bouwwerk is een architecturale parel, een echte landmark. Het heeft een monumentale uitstraling en het ligt op een toplocatie. Het potentieel hebben we nog maar nauwelijks kunnen herkennen en het laat alleen maar mooie dingen verkopen. Trouwens, misschien hebben sommigen onder u dat wel bezocht, maar het MAS schitterde al heel recent in de tentoonstelling, de expositie rond musea in de 21ste eeuw. Ideeën, projecten en gebouwen. Een tentoonstelling die vorige week de deuren heeft gesloten, meneer de directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Het was in september 2006, dames en heren, dat hier de eerste steen werd gelegd. En geachte schepen, ik had het voorrecht in de loop van 2007 en 2008 samen met u hier door de ruwbouw te wandelen. En ik heb op dat moment gedacht, wat komt daarvan? Het waren allemaal gewoon ruwe plateaus. Er stond voor de rest niks, alles was weg. En ik moet zeggen, het resultaat mag gezien zijn. Intussen is er al heel veel water naar de zee en naar de Schelde gevloeid. Het concept is ook verfijnd, want een gebouw, dat is belangrijk, dat is één zaak, maar natuurlijk wat je in dat gebouw thuis brengt, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik heb in mijn beleidsnota gezegd dat collectiemobiliteit, dat dat één van de speerpunten is voor het beleid. En ik ben zeer blij dat men hier bewijst dat het kan. Er zijn heel veel EV'tjes, maar ook E3'tjes geweest. Tussen het KMSK, het MUCA, MOBU en het MAS. Bedankt daarvoor. Ik heb me laten vertellen dat de naam MAS al circuleert van 1990. Ik weet niet of dat klopt, maar dat is toch al een hele tijd. En op die manier is het MAS is dat echt ingeburgerd bij het ruime publiek. Intussen, 13 jaar na de beslissing van de stad om een museum te bouwen, een museum van de stad, haven en scheepvaart, staan we voor de opening van dit magnifieke gebouw. En wil ik u natuurlijk ook vertellen hoe dit past binnen het beleid van de Vlaamse regering. Dit huis moet een thuis zijn. Een thuis zijn voor cultureel erfgoed. En dat is een essentiële pijler van mijn beleid. En het engagement van de Vlaamse regering is tweeledig. Eerst en vooral het financiële plaatje. De Vlaamse overheid engageerde zich aan het begin van het vorige decennium, en dat onder een economisch gunstige sterkte, engageerde zich voor een investeringssubsidie van 21 miljoen euro. Daarnaast werd de voorbereiding van het MAS ook projectmatig ondersteund en ook structureel op basis van het cultureel erfgoed bekeken. En dat ongeveer ten behoeve van 300.000 euro. Ik wil er ook op wijzen dat men via sponsoring, en dat is toch ook wel een knappe verdienste, dat men een bijdrage gevonden heeft van enkele miljoenen euro's, zowel van particuliere, van de originele handjescampagne, maar ook van heel wat bedrijven. Tweede aspect, wat voor de Vlaamse regering van belang is, is natuurlijk het inhoudelijke aspect. Het MAS is een grensverleggend museum. Een museum over mensen en over heel uiteenlopende denk- en leefwereld. Het MAS is er voor wie nieuwsgierig is. Nieuwsgierig naar het heden, maar ook naar de toekomst. De toekomst van de stad Antwerpen, maar ook van steden in het algemeen. En ook naar wat is onze eigen plek in de wereld. En dames en heren, de stad is een heel complexe samenlevingsvorm die steeds meer mensen loopt. Volgens een prognose zou 2/3 van de mensheid tegen 2050 in de stad komen. En met het Vlaanderen in actieplan willen we Vlaanderen in 2020 tot een groen en dynamisch stedengewest omdoen. Met duurzame woningen, duurzame mobiliteit en groene ruimtes. Die omtuiging gaat nooit vanzelf. Daar is sturing voor nodig, van en voor mensen. Maar
We zijn in Vlaanderen al sinds de middeleeuwen pioniers. Pioniers in steden en in stadsverkenning. Die ontuiming kunnen we aan, met respect en aandacht voor het verleden en het erfgoed. Een stad zoals Antwerpen is het resultaat van een heel lange evolutie. Een regio met een vroeg ontstane en vergaande verstedelijking. De restanten van haar historische gelaagdheid wordt door die stad ook getoond. Het MAS plaatst elementen uit de stad in een context of stelt ze ook ter discussie en biedt zo een meerwaarde voor de stad, aan haar inwoners en aan ook heel vele bezoekers. Het MAS vertelt dit verhaal van de stad aan de hand van het cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed dat door verschillende beheerders wordt bewaard. Ik denk aan de collecties van het Volkskundemuseum, het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Vleeshuis en later ook het Ethnografisch Museum. Maar ook, zoals al gezegd, de collecties van Paul en Dora Jansen. En zo is het MAS geen wereldvreemd museum of iets dat van bovenaf is opgelegd. Integendeel, het is van onderuit aangegeven door mensen gestuurd. En daarnaast stimuleert het MAS ook de cultureel erfgoedgemeenschap. Een gemeenschap die uiteraard een bijzondere waarde hecht aan het cultureel erfgoed en het verhaal van die stad. De term cultureel erfgoedgemeenschap is een vernieuwend ankerpunt dat het cultureel erfgoed decreet. Dat introduceerde. En voor wat staat dat? Dat staat voor de gemeenschap van organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed en dit door publieke acties willen behouden en doorgeven aan de toekomstige generaties. Ik denk dat het MAS het levende bewijs is dat we erfgoed niet in een klein en politiekje mogen steken. Ik ben dus bijzonder blij dat het MAS een van de speerpunten van het cultureel erfgoeddecreet, dat dateert van 2008, dat hier wordt ingevoerd. Dit decreet speelt in op nieuwe internationale ontwikkelingen en uitdagingen. Het biedt ook heel veel hefbomen en instrumenten om dat erfgoedveld in Vlaanderen te optimaliseren en te versterken. Het MAS kan en zal zich op die manier ook ontwikkelen tot een cultureel erfgoedautoriteit. De collecties van het Scheepvaartmuseum, het vroegere Volkskundemuseum, het Ethnografisch Museum en het Vleeshuis vormen dus een heel goede basis. Maar het MAS gaat ook ruimer, gaat ook veel ruimer putten uit de collectie Antwerpen. De verzameling met alle kunst en erfgoed in en over de stad. Op basis hiervan gaat het MAS een diverse programma intra- en extra moeders ontwerpen. Met als rode draad de verhalen van de stroom, de stad, de haven en de wereld. Ook de collecties van de Vlaamse overheid leveren hier een belangrijk aandeel. Er is de openingstentoonstelling Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen. Die unieke stukken van het KMSK, het MUCA en het Museum Plantuin Corinthus samenbrengen. Deze tentoonstelling focust op de evolutie van de beeldcultuur van de middeleeuwen tot nu. Dames en heren, dat alles moet zorgen voor een bijzonder interessant palet. Zonder interessant palet en potentieel. Potentieel dat we nu enkel nog maar gedeeltelijk kunnen zien. Het topje van de ijsberg. Ik wil iedereen van harte bedanken die dit project mede mogelijk gemaakt heeft. Als minister van Cultuur beschouw ik het Museum aan de Stroom als een vuurtoren. Een vuurtoren die leven en kunst met elkaar in relatie brengt. Ik zie het als een geweldig kenniscentrum. En als een unieke vitrine. Een vitrine voor de cultuur in Antwerpen en Vlaanderen. Dames en heren, ik denk dat het stilaan tijd wordt om het gebouw, de ruimtes en wat er is in de ruimtes voor zich te laten spreken. Dank u.